Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de Okkie. Ik ben Mike Hooiveld en wij zijn vandaag de gast in Café Het Steegje. En tegenover mij zit Ron Meulenkamp, de nummer 41 van de wereld. Goedemiddag Ron. Hey, goedemiddag. Leuk dat jij hier aan mee wil doen. Heel blij mee. Nou, we gaan gewoon de normale podcast doen. Ron, we gaan uiteraard wel vragen stellen aan Ron. We beginnen even met de rectificaties van de vorige keer. Ik had gezegd dat de nummer 1 op de Pro Tour Order of Merit van de geplaatste voor de matchplay Ricky Evans was. Maar dat bleek toch niet zo te kloppen. Dat bleek Christoph Ratajski te zijn. Nou, hebben we dat in ieder geval gehad. Dan gaan we meteen door met de terugblik van deze maand. Nou, ik denk dat we eigenlijk meteen kunnen beginnen met de matchplay. Ja, dat is eigenlijk al de eerste vraag wat in mij opkomt. Waarom zeg jij niet op de matchplay? Ik had een goed laatste stuk op de ranking. Die ranking gaat over een jaar. Het is hartstikke moeilijk om je daarvoor te plaatsen. Uiteindelijk buiten de top 16 van de wereld plaatsen zich de top 16 van het rankingjaar. Ik eindigde daar geloof ik ergens op plek 19 of 20. Ik zat er net een paar plekjes onder. Dus eigenlijk net niet goed genoeg. Ja, dat is wel zonde. Want ja, vorig jaar de World Grand Prix en eigenlijk bij alle televisietoernooien kom je de laatste paar jaar zeker echt wel een rondje verder. Ja, nee, de laatste jaren gaat het ook wel steeds beter. Zeker de laatste anderhalf jaar ben ik gewoon aan het groeien. En nu nog steeds. Maar goed, ik ben daar voor mezelf ook wel bewust mee bezig. Dat elke groei brengt weer nieuwe dingen met zich mee. Waar je weer of moet aanpassen of aan moet wennen en dat soort dingen. En dat gaan we gewoon rustig gaan bekijken en ervaren. En zorgen dat dat geperfectioneerd wordt. Nou, dat is helemaal super. En dan gaan we beginnen met de terugblik. Ja, ik denk eigenlijk op de eerste avond kregen we meteen Kevin Price tegen Stephen Bunting. Ja, dat was wel eigenlijk een kraker, wat we niet hadden verwacht van Price. Nee, maar goed, kijk, Bunting komt ook uit een heel diep dal. En je ziet de aanhouder wint, blijven vechten, blijven knokken. En zo zie je dat hij dan ook wel weer boven komt drijven. Dus op momenten, als ze echt allemaal goed staan te gooien, dan is het niet meer echt te zeggen wie er wint. Het is gewoon een beetje de belangrijke momenten, daar wordt het verschil gemaakt. Wie dan het scherpst is. We hebben Bunting natuurlijk een paar jaar echt zien vechten. Hij kwam niet echt ver. Hij heeft een paar keer een gelukje gehad met een qualifier toernooi te winnen. Nou kwam hij laatst op de Eurotour ook al ver. Dus ja, hij is toch weer in de stijgende lijn bezig op deze manier. Ja, dat zie je ook de laatste weken dat hij weer aan de weg aan het timmeren is. En voor hem is dat alleen maar goed natuurlijk. Ja, hij won dus nadat hij zelf ook nog 4 matches had gemist. Prijs heeft er 1 gekregen. Maar uiteindelijk wint Stephen Bunting toch in een shut and dead leg. Ja, en eigenlijk de andere verrassing meteen. Nou, er waren natuurlijk wel meer verrassingen in de eerste ronde. Dat was Mervyn King. Die ondanks de warmte toch best wel goed presteerde op het podium. Ja, inderdaad. Zijn lichaam liet anders blijken als wat hij deed. Want zijn lichaam leek wel op na 1 minuut, zeg maar. Maar zijn hand-oogcoördinatie was dusdanig goed dat hij echt lekker stond te darten. Nou, jij hebt zelf ook in Tsjechië gespeeld. Daar is King flauw gevallen allemaal door de warmte. Ja, had jij daar toen zelf last van? Nou, ik merkte wel dat het heel, heel erg warm was, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, sinds ik aardig wat kilo's ben afgevallen, is het zweten wat minder. Bij Mervyn is dat niet zo, maar sommige mensen die zweten sowieso snel. Nou, daar is Mervyn ook er zeker één van. Maar het was inderdaad wel moordend warm daar. Maar goed, hij kan er toch op een gegeven moment, is hij weer bij de matchplay beter mee om kunnen gaan. Ja, maar ja, het viel mij ook op dat in Tsjechië is het daar dus heel warm. Maar dan stond hij volgens mij toch in de kwartfinale. En dat vind ik, hij is na de kwartfinale helaas wel flauw gevallen. Ja. Maar hij kon daar wel. Dus hij kan in principe zich wel goed weren tegen de warmte op dat moment. Ja, mentaal is het soms een hele zwakkeling. Hè? Ik bedoel, je hoeft hem maar even een duwtje te geven en hij is meteen helemaal weg. Maar op het moment dat hij dus tegen dingen waar hij wel wat, of waar hij echt niks aan kan doen, hè, zoals een warmte, dat hij daar toch wel mentaal klaar voor is. Nou goed, Mervyn kwam 5-0 voor in die wedstrijd. Vervolgens wint hij alsnog met 10-5 nadat Nathan Espinol goed terug is gekomen. Nou, dan gaan we naar de eerste Nederlander, dat was Danny Noppert. Nou, die was wel erg zenuwachtig weer op het podium. Ja, ik vond hem inderdaad niet zo'n lekkere indruk maken. Misschien had hij dat zelf ook wel het gevoel dat hij er niet helemaal lekker in kwam of in zat of dat het echt werken was. Maar goed, soms is het niet anders en dan moet je gewoon vechten voor wat je waard bent. Dat heeft hij wel laten zien, het was alleen niet goed genoeg. Ja, hij kwam goed terug tegen Gary Anderson, maar toch pakt Anderson hem vrij makkelijk, aangezien Noppert, hij kwam ook nog een keer buiten de ring bijna, dat was helaas van Noppert. Was Anderson met 10-6 te sterk. Nou, dan gaan we naar de andere kraker in de eerste ronde, dat was Max Hopp tegen Dave Chisnall. Het opmerkelijke aan Chisnall is toch wel, we hebben op de vloer hebben we al dit jaar een paar keer met andere darts zien spelen. En nou kwam toch vorige week al het grote nieuws eruit, hij gaat weg bij Target. Heeft dat er nou mee te maken dat hij de wedstrijd toch net niet naar zich toe trekt, al in zijn hoofd met andere darts, misschien al een keer geprobeerd.
Dat zou kunnen, ja. Als jij op een gegeven moment ander materiaal aan het stoeien bent, dan op een gegeven moment als je er dan moet staan en je bent niet aan dat ritme gewend van elke keer hetzelfde en waar je dan vertrouwen uit haalt, dan zou dat best mee te maken kunnen hebben. Maar goed, Chisno is dusdanig goed dat hij daar ook wel weer overeenkomt en straks bij zijn nieuwe sponsor wel weer vertrouwen krijgt in zijn nieuw materiaal. Ja, dat denk ik zeker ook wel. Ja, Max Hopp was wel weer goed, hè? We hebben hem niet veel gezien dit jaar. Nou, ik heb hem helemaal niet gezien eigenlijk. Zeker op de toernooien waar ik zelf dan bij ben. Ja goed, dan let je toch meer op je eigen spel. Maar dat hij lekker bezig is, zeker met de Eurotour wins en noem maar op, dat doet hij hartstikke goed. Ja, zeker na vorig jaar heeft hij de Eurotour gewonnen. Een Eurotour gewonnen. Maar ja, dit jaar heb ik hem, ja, hij heeft waarschijnlijk wel gespeeld op de vloer, maar je ziet hem weinig terug in uitslagen. Een keer een uitschieter, nou heb je dit weekend wel geplaatst voor een Eurotour toernooi. Ik vind dat de lijn nog niet echt doorgezet is. Nee, maar ja, wat verwacht je? De jongens, geloof ik 2, 23, misschien 21, ik weet het niet eens. En alle druk wordt op zijn schouders gelegd en soms best moeilijk. Ik denk dat hij daar eigenlijk best wel goed mee omgaat. Hij is erg professioneel, doet er alles voor. Dus, maar of hij echt de grote van Duitsland gaat worden, ja, dat is maar afwachten. In verband met natuurlijk Gabriel Clemens en nog een aantal Duitsers die gewoon aan de deur tikken daar. Ja, zeker. Nou, Hop won die ronde met 11-9, won die van Dave Chisnall. Gaan we naar de volgende Nederlander toe, dat was Jeffrey de Zwaan. Ik denk wel een maatje van je, we hebben je wel eens met hem zien vissen. Ja, klopt, ja. Ja, ja, nou, die kwam 9-6 voor, die was bezig aan de volgende stunt op de matchplay. En wat gebeurde er toen eigenlijk? Ja, ik denk gewoon pech. Ik bedoel, die jongen heeft superveel ervaring opgedaan de laatste jaren. En ja, zo'n wedstrijdpeil, ja, dat kan een keer gebeuren. En nu waren het er dan meer als eigenlijk mag. Maar dan nog, ik denk dat hij weer, net als de vorig jaar op de matchplay, een supergoede indruk heeft achtergelaten. Ja, hij heeft zeker laten zien dat hij dat het echt een podiumspeler is. Want op de vloer is het nog wel eens wisselvallig, zeker een paar Eurotours. Qualifiers, waar hij dan even goed met 111 gemiddeld toch nog afgaat. Hij verloor dus helaas van James Wade naar Sudden Deadlag. Dan gaan we naar de volgende Nederlander. Ja, het houdt het ook met de Nederlanders natuurlijk, want we hadden de 5 op de matchplay. Dat was Jermaine Wattimena. Die kon het totaal niet bolwerken tegen Mensah Suljovic. Het werd 10-1. Ja, wat Jermaine afloop zegt, hij is er achteraf wel op teruggekomen. Maar dat is niet het slimste wat je kan zeggen. Nee, ik denk dat Jermaine op dat moment gewoon erg teleurgesteld was in zichzelf vooral. Hij wou natuurlijk snel partij geven wat niet gelukt is. En nou goed, op dat moment, de heat of the moment, ja, dan zeg je wat je voelt en soms heb je daar even tijd voor nodig. Ja, hij speelde dus tegen Mensah Suljovic. Die heeft hij afgelopen weekend ook getroffen. Komt hij 4-0 achter en dan houdt hij het hoofd koel en draait hij wel die hele wedstrijd om. Hoe kan het dan op dat moment dat hij wel ineens nou, ja, van Suljovic kan afrekenen? Hij draait in één keer zijn hoofd om en dan lukt het wel. Ja, nee, tuurlijk. Dat is ook ervaring. Met de ervaring die hij natuurlijk had, van gaan we het toch niet weer gebeuren. En hij doet het gewoon heel professioneel, bij zichzelf blijven, eigen wedstrijd spelen. En zulke aanhouders die zullen altijd winnen als je het gewoon bij jezelf houdt. Ja, helaas was Wattimena dus uitgeschakeld. Nou, Michael van Gerwen won vrij gemakkelijk van Steve Beaton. Ja, vrij gemakkelijk. Ja, het ging lang gelijk op, maar ja, Michael trok het toch naar zich toe. Geen Michael gemiddelde, maar ja, we weten ongeveer dat Michael al een tijdje op de sukkel is. Dan gaan we naar de laatste Nederlander, dat was Vincent van der Voort. Wat begon die goed, hè? Ja, die heb ik van dichtbij zitten, tenminste van dichtbij. Ik zat in de studio bij RTL 7 en ik heb echt van genoten. En ik baalde echt dat hij die 164 om zijn oren kreeg. Ja, dat was inderdaad erg jammer. Ja, daarna blijft hij echt nog wel goed bij, maar of stond bij... Volgens mij was het Rice in ieder geval, die had 5 legs gewonnen. Ja, toen brak ik toch wel. Ja, inderdaad. Maar dat was ook wel een momentje. Kijk, Vincent die had waarschijnlijk voor zichzelf voorgenomen van ik moet gewoon super hard starten. Zorg dat ik die voorsprong pak en Wright niet in zijn spel laten komen. En dat was het scenario perfect. Dat gebeurde ook tot die 164. Ja, en dat is op een gegeven moment zo'n klap. Die voel je na een paar legs nog wel, zeg maar. Op het moment dat Peter Wright terugkomt, dan weet je, ja, daar is het begonnen. Ja, en dan moet je terugknokken en daar gaat de tijd overheen zitten. En Wright die gooit gewoon fantastisch. Dus ik denk dat Vincent gewoon een beetje pech heeft gehad in de combinatie met zelf toch ook wel een tevredenheidsgevoel dat hij toch echt wel goed heeft staan gooien. Dat zijn we eigenlijk niet gewend van Vincent, tevredenheidsgevoel. Hij is vaak heel erg analyseren op het podium, je ziet hem ook snel. Ja, maar het is wel een realist en dat is zo, van Vincent kan ik dat heel erg waarderen. Die zal ook zeggen van ja, het zat er gewoon niet in vandaag, hij was beter. En dat heeft hij ook verteld, alleen dat wil nog niet zeggen dat hij heel slecht was.
En dat was het ook zeker niet. Nee, ik vind het was zeker niet slecht. Nou, we hebben in ieder geval bijna de eerste ronde gehad. Voor mij was het de wedstrijd van de eerste ronde. Ik weet niet of het voor anderen ook zo was. Dat was Durant versus Adrian Lewis. Lewis die nog steeds al 2 jaar heel wisselvallig is. Het kan een weekend enorm goed vallen. Dat zag je dat hij dit jaar nog een pro tour won. Vindt hem veel wisselen van materiaal. Het kwam er totaal niet uit. Nou ja, ik denk dat hij nu een beetje in zo'n sfeertje zit waar Bunting in heeft gezeten, waar we het net over hadden. En ook Adrian Lewis gaat er weer uitkomen. En dan wordt het weer een hele gevaarlijke klant. Alleen dat kost tijd. En het is maar net wat voor persoon het overkomt. Hè? Hoe mentaal sterk ben je? Wat heb je ervoor over om weer terug te komen? En hoe ga je dat aanpakken? En is dat de goede manier? Dat moet blijken bij Lewis. Nou, we hopen natuurlijk dat Adrian Lewis terugkomt. Want het was echt een aanwinst, zeker in de Premier League. Was het echt wel een man die ook kaarten kon verkopen. Want dat is natuurlijk belangrijk bij de PDC. Nou, dan gaan we naar de tweede ronde. Je had heel veel verrassingen dit toernooi. Dus je kan wel blijven zeggen een verrassing. Maar King die was weer enorm goed gewapend tegen de warmte. Ja, die gooit gewoon Gary Anderson eraf. Ja, maar je zag ook dat Gary Anderson toch wel een tandje minder was tegen Mervyn King. Mervyn King die doet eigenlijk wat hij altijd doet. Houdt zijn tegenstander onder druk en pakt de kansen die hij krijgt. Dus voor mij was het niet zo'n grote verrassing. In de zin van dat Anderson natuurlijk uit een blessure komt. En hij speelt niet zo heel veel vloertoernooien. Dus dat maakt hem natuurlijk ook kwetsbaar. Ja, maar ja, op de vloertoernooien kwam hij wel een paar keer tegen de 100 gemiddeld, of over de 100 gemiddeld. En hij vloog het vorig jaar ook, dus toernooi van tevoren, de eerste ronde eruit. Ja, het is wel een top 4 speler, nou, inmiddels volgens mij niet meer. Hij heeft zijn maatje Michael Smith hem ingehaald. Ja, ik vind het toch zonde dat zo'n Anderson er dan vroeg uitgaat. Ja, tuurlijk is dat zonde. Maar goed, kijk, dat bewijst maar dat zelfs toppers gewoon up-to-date moeten blijven, hun toernooi moeten spelen, hun trainingsuren er weer moeten gooien. Op het moment dat ze een blessure hebben of ze zwakken wat af of ze stoppen de tijd er niet in, er zijn andere mensen die op de deur kloppen en zo hoort het ook te gaan. Nou, het was natuurlijk heel mooi dat Mervyn King won. Dat is echt een overwinning voor Mervyn King. Op deze manier gaat hij echt weer stijgen op de wereldranglijst en dat is best wel knap voor King. Hij won uiteindelijk met 11-8. Ja, dan de Battle of the World Champions. 3-time BDO World Champion Glenn Durant tegen 3 keer PDC wereldkampioen Michael van Gerwen. Was wel echt een thriller uiteindelijk. Durant kwam 8-5 voor, maar toen zagen we heel goed de oude Van Gerwen weer even terug. Ja, natuurlijk. Nee, Van Gerwen keek er zelf ook erg naar uit. Maar ik denk dat Michael ook zo eerlijk naar zichzelf moet zijn om te zeggen van nou ja, ik ben een paar weken op vakantie geweest. Ik heb wat minder aan gedaan. Natuurlijk met dit lekkere weer is er natuurlijk andere verplichtingen ook. En een demootje hier en een dingetje daar. En dan kom ik toch weer terug op, misschien heeft hij echt niet 100% kunnen voorbereiden / trainen. En ik bedoel, ik wil niet zeggen dat voorbereiding alleen maar trainen is. Maar goed, je moet alles in balans houden. En ik denk dat nog niet alles in balans was bij hem. En nu gaat hij weer World Series gooien. Dus ik ben benieuwd wat hij de afgelopen 2 weken heeft gedaan. Ja, je ziet Van Gerwen natuurlijk. Maar hij zegt dan toch in het interview vooraf, of halverwege het seizoen. Hij begint eigenlijk al, ik ga met de Pro Tour gooien, maar ik wil de matchplay weer winnen, want die heb ik al lang niet gewonnen. Dat is echt een groot doel. Ja, wat jij ook zegt, of de voorbereiding helemaal goed is, daar trek ik ook een beetje mijn twijfels bij. Dan vind ik het toch zonde dat hij dan op deze manier daar naartoe gaat. Weet je, het idee van het komt wel goed, ik ben toch de beste. Als dat zo is, dan ik denk niet dat dat helpt. Aan de andere kant, hij kan net zo goed die beker omhoog houden, want hij weet wat hij kan, hij weet wat hij in zijn mars heeft. Maar goed, dat je er echt weer alles voor moet doen en dat hij ergens die motivatie vandaan moet halen, dat is duidelijk, denk ik. Nou, Durant die trok dan uiteindelijk aan het langste eind wel naar een verlenging, waar Van Gerwen er toch weer een paar steekjes laat liggen. Hij won met 13-11 en zo is de BDO wereldkampioen in dit gevecht van de Battle of the World Champions de beste. Nou, dan Michael Smith die kwam tegen de Duitse Max Hopp. Daar had hij het verdomd lastig mee. Toch trekt Smith aan het langste eind, nadat hij in de eerste ronde ook al wel onder druk werd gezet door Jamie Hughes. Ja, nee, sowieso Jamie Hughes een goede speler. Die had net Tsjechië gewonnen, dus Michael Smith was gewaarschuwd. Ik denk dat hij daar gewoon een hele lekkere pot gevoel aan over heeft gehouden dat hij die pot won. Nou, dan krijg je zo'n kraken tegen Hop. Ja, dan is dat misschien net even lekker dat je hem er doorheen trekt. Dat heeft geholpen, zeg maar. Zal het hem ook in de rest van het toernooi geholpen hebben? Want ja, hij was niet in het beste jaar bezig. Van Barneveld verslaat hem in Zwolle. Op een Eurotour, bijna alle Eurotours, eerste ronde eruit, weer terug naar de qualifiers. En dat ga je toch niet met een lekker gevoel naar de matchplay toe, lijkt mij. Nee, inderdaad. Maar natuurlijk heeft hij nog wel die WK-finale onder zijn riem. En ik denk dat hij ook wel weer rustig aan het terugkomen is. Maar ook voor hem is het zomer. Ook voor hem, hij heeft ook familie en kinderen. En heeft hij misschien een keer wat overgeslagen, waardoor hij wat meer vrije tijd
spendeert met zijn gezin, wat natuurlijk hartstikke logisch is. Maar dat gaat dan wel weer ten koste van je inzet. En goed, ik denk dat er nu zo meteen alles is weer voorbij straks na de World Series. En dat ze dan rustig richting die Grand Prix WK vorm toe gaan. En dan zal het wel weer mooi worden. Ja, dat hopen wij ook natuurlijk, dat het een mooi darts najaar wordt. James weet dat ook een kraken tegen Mensah Suljovic. Hij trok het uiteindelijk aan het langste eind en hij wordt met 13-11. Ja, dan een van de favorieten van het toernooi, ondanks dat hij nog nooit echt iets heeft gepresteerd op tv, is Ian White. Die de eerste ronde echt verbluffend speelde. White was de Joe Cullen met 10-0. Ja, en dan komt hij in die tweede ronde en dan wordt hij een beetje onder druk gezet. En dan vervalt het hele niveau van hem. Alles wat we op de vloer van hem gezien hebben, op de Eurotour gezien hebben, is eens weg. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, dat is Ian White. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar dat presteert hij toch elke keer weer. Je zou haast zeggen dat dat moeilijker is als hem over de streep trekken. Maar hij presteert het toch om elke keer weer te duiken. Dat is heel apart. Ja, heel apart. Zeker afgelopen weekend. Daar komen we later nog even op terug. Daar vertonen die ook weer een paar van die momentjes. Daar wil ik het eigenlijk straks nog even over hebben. Ja, dan Stephen Bunting, waar we het eerder al even gehad. Die versloeg hem dus met 14-12. Rob Cross en Peter Wright gingen alle twee vrij eenvoudig door. Van de nummer 1 op de plaatsingslijst van de Pro Tour met Christopher Tyski en tegen Simon Whitlock. Ja, Whitlock is er ook nog niet helemaal dit jaar. Wel op de Eurotour een keer goed, maar... Ja, nee. Whitlock die is heel erg overtuigd van zichzelf, maar eigenlijk is het allemaal niet zo heel veel. En naar de behoren wat hij kan, zeg maar. Hij kan zoveel meer. Alleen ja, het is aan hem om te kijken, veel, waar ligt het dan aan? Is het een materiaal? Is het de inzet? Is het, je weet je niet. Ja, nou hadden we ook gehoord dat Whitlock aan het golven is en in de sportschool bezig is. Nou, is dat nou ook een idee waar jij nog over nadenkt? Nou, ik hoef niet te golven hoor. Nee, dank je. Nee, ik hou het wel gewoon bij het dartbord. Nee, oké. Okay. Nou, in de kwartfinales, King dat was toch even te veel voor King. Hij kon lang bijblijven. Uiteindelijk trekt Michael Smith toch aan het langste end. Nou, dan komen we terug op Glenn Durrant. Die verslaat ook meteen James Wade. En dat was eigenlijk wel vrij overtuigend, omdat het niet echt een hele goede wedstrijd was. Ja, maar dat kan zelfvertrouwen dus met je doen. Hè. Ik denk dat hij daar heel veel, die overwinning op Michael, dat hij daar heel veel zelfvertrouwen uit haalde. En dat is een resultaat is dan tegen James Wade is gewoon een hele goede wedstrijd. Heel sterk, heel overtuigend. Ja, dat is mooi meegenomen. Ja, wel leuk dat zo'n Glenn Durrant dan, hij is pas een half jaar bezig. Hij plaatst zich meteen, iets waar Remo van Barneveld heel veel moeite mee heeft gehad. Nou is het rest van Barneveld voor mij 3 of 4 jaar ouder dan Durrant. Maar... Ja, plus het feit dat het prijsgeld was toen minder, dus dan kan je minder snel stijgen ook. Dus er zitten wel een aantal factoren aan, maar dat wil niet zeggen dat het minder knap is. Nee, het is enorm knap wat Glenn Durrant heeft gedaan. Ook zeker ook een Jamie Hughes, ook niet te vergeten. Het zijn eigenlijk de twee mannen die het binnen een half jaar voor elkaar hebben gekregen. Dat is echt heel knap. Rob Cross die bereikte net als Smith en Durrant ook de halve finales. Dan eigenlijk de man, de grote favoriet voor de tunnel, Peter Wright. Die vliegen dan toch af tegen Daryl Gurney. Heel lang gelijk op, tot 13-13. Ja, en dan gaat Gurney er toch mee lopen. Ja, nou, Gurney presteert over het algemeen wel erg constant. Maar heeft inderdaad af en toe van die pieken. Zo heeft hij natuurlijk ook 2 majors gewonnen. En deze wedstrijd ook. Dat was gewoon puur een Gurney. Gewoon in goede vorm, op het moment meelopen, kijken waar je kansen liggen en dan eroverheen gaan. Dus eigenlijk precies zoals hij het zou willen. Ja, nou, we hebben het over Gurney. Nou, dan blijven we eigenlijk meteen bij Gurney. Hij gooide erg goed in de wedstrijd in de halve finale tegen Rob Cross. Hij komt 15-9 voor. Hij heeft dan nog 2 legs nodig voor de finale. Ja, wat er dan gebeurt? Ja, ik denk dat dat een stukje mentaal ook is. Hè? Tuurlijk sta je tegen een goede speler, maar er mag een darter als Daryl Gurney van dat kaliber mag dat natuurlijk nooit overkomen. Maar ja, het gebeurt en dat is darten en gelukkig maar ook, want dat maakt het mooi. Nou, het was een enorm spektakel, zeker omdat Rob Cross die ging er al beter van gooien. Die was eigenlijk, maakte van die beweging dat hij er klaar mee was en dat wou allemaal niet meer. Hij komt op het podium op, hij pakt een paar legs en dan zie je ineens het geloof terugkomen. Ja, dat was toch wel heel mooi om te zien. Dat was een beetje de Rob Cross die ook het WK had gewonnen. Ja, maar dan zie je gewoon dat zo'n speler een bepaalde kwaliteit heeft van het knokken en het terugvechten en nooit opgeven. Ja, daar hou ik wel heel erg van. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi om te zien dat het dan ook gelukt is, zeg maar. Ja, het was heel mooi om te zien. Rob Cross pakt uiteindelijk 8 legs op rij en verslaat Daryl Gurney met 17-15. Gurney miste wel een paar dubbels, maar dat waren zulke kleine kansjes dat Rob Cross er eigenlijk meteen overheen walsde. Ja, dan gaan we naar Michael Smith tegen Glenn Durrant. Die Smith die startte ongelooflijk goed. En Michael Smith in topvorm en dan Durrant die wat minder gooit, ja dan kan dat gewoon. Ik bedoel, Durrant deed niet hetzelfde als wat hij tegen Vergerbe deed. Maar Michael Smith, als hij dat eenmaal aanvoelt, dan kan hij in één keer zo soepel gaan darten. En als hij soepel gaat darten en zonder zorgen, dan kan dat dus gebeuren. Ja, opvallend vind ik bij Michael Smith. Ik weet niet wat jouw ervaringen daarmee zijn. Hij heeft natuurlijk laatst een tweeter over uitgegooid, over de borden.
Ja, niet alleen Nathan Espinol hebben we erover zien klagen. Nederlander Buter van de Pas, die heeft er enorm veel moeite mee. Ja, heb jij er nog erg veel problemen van dat jouw pijlen niet geaccepteerd worden? Of vind jij het bord te hard? Nou ja, kijk, er zijn verschillende borden. Dat is meer het probleem. Kijk, je hebt hetzelfde merk wat uit verschillende fabrieken komt. En de ene fabriek is het bord gewoon heel hard en de andere wat zachter. En in principe maakt het mij niet uit welk bord het is, als ze maar allemaal hetzelfde zijn. Zodat je gewoon weet, want op het moment dat ze wat losser in het bord komen, ben je geneigd om harder te gaan gooien. Wat dus weer niet ten goede komt van je spel. En als je een zacht bord hebt, dus ze gaan heel soepel en je gaat daarna naar een hard bord toe, dan krijg je dus die switch die je niet wil. Of ze allemaal hard of allemaal zacht, weet je, dan maakt het niet uit. En dat gooit gewoon het fijnste als je elke keer op hetzelfde gooit. Maar dat is dan soms niet het geval. Nou, in de finale van Michael Smith, die kon eigenlijk niet echt met de druk omgaan. Dat hebben we eigenlijk in eerdere finales ook bijna gezien op het WK. Nou heeft hij natuurlijk wel de Shanghai Darts Masters gewonnen. Maar ik vind, dat is eigenlijk een demo toernooi. Dat zie je ook heel erg bij Remo van Barneveld. Dan laten ze op een soort spanning los. Dat telt iets voor de ranking. En dan gaan ze vrij uitgooien. Sommigen die zijn niet gemotiveerd op die toernooi. Motiveert misschien een heel groot woord om te zeggen, maar die laat wel de teugeltjes vallen. Gary Anderson heeft dat af en toe bijvoorbeeld. Wat maakt het dan toch anders om in zo'n major finale te staan, die echt mee altijd voor de ranking? Ja, wat maakt het anders? Dat zou ik niet weten. Ik heb natuurlijk nog nooit de World Series gegooid en ook nog nooit in een major final gestaan. Maar ik kan me voorstellen dat het een ander soort druk is. Hè? Ik bedoel, buiten de prijsgeld dat veel hoger is. Is het toch ook een titel die echt waar nog lang over gesproken gaat worden. Ik bedoel, als je mij vraagt wie 2 jaar geleden Shanghai Darts Masters, ik zou het niet weten. Maar een wereldkampioen of een World Matchplay winnaar, dat zou je sneller onthouden. Dan ga je de geschiedenisboek in. Al Smit kwam 9-0 achter. Dan zie je hem alleen maar gebaren op het podium. En ja, hij praat zich eigenlijk ook de put in op dat moment. Als hij nou gewoon denkt van oké, ik heb niks meer te verliezen. En dat heeft hij eigenlijk op geen moment gedacht, want hij bleef ook kwaad dat hij terugkwam tot 15-13. Ja, Michael Smith is altijd kwaad, zeg maar qua uiterlijk. Maar hij heeft wel geleerd de afgelopen paar jaar. Dat op het moment dat ze zo 9-0, daar baalt hij ontzettend van. Maar hij denkt natuurlijk ook, ja, ik ga niet met 0 hier van het podium af. Dus op een gegeven moment wint hij een paar lekkies. En op een gegeven moment ben je toch Michael Smith, ben je toch goed. En dan ga je zeggen van oké, nu ga ik terugknokken. En elke keer als die andere 1 lek pak, moet ik zorgen dat ik er 2 of 3 pak. En ik denk dat hij dat naar behoren heeft gedaan, ja zeker. Ja zeker, hij kan goed terug. Ja, misschien had hij de wedstrijd nog helemaal om kunnen draaien, maar dat is niet gelukt. Rob Cross won zijn 2e major met 18-13 van Michael Smith. En zo komt hij eigenlijk in een bijzonder rijtje te staan met Phil Taylor, Michael van Gerwen, Gary Anderson en natuurlijk nu Rob Cross. En dat is wel een zeer uniek rijtje eigenlijk voor de matchplay. Ja, dan toch even kijken, de vraag, wat was jouw mooiste wedstrijd van de matchplay? Ja, mijn mooiste wedstrijd van de matchplay. Ja, ik vond die van der Voort vond ik wel erg leuk om te zien. Gewoon puur omdat ik het wel fijn vind weer om hem op het hoogste podium te zien. En wat ik al zei, daar gebeurden gewoon een aantal dingen. Voor mij hoeft het niet altijd goed te zijn met hoge gemiddels en zo. Maar daar gebeurden gewoon een hoop dingen in een wedstrijd, zeg maar, waar ik dan wel weer van kan genieten. Hè? Zoals van der Voort die eigenlijk gewoon alles moet geven en kijken hoe het valt. En misschien dat Peter Wright een mindere dag zou moeten hebben. Nou, vervolgens gebeurt het beste. Dan doet Peter Wright iets wat je eigenlijk niet ziet aankomen. Nou, vervolgens moet Vincent weer terugvechten. En dat vond ik gewoon mooi om te zien. Nou, dan hebben we de major gehad. Dan gaan we naar de Player Championship. Naar Player Championship 19 en 20. Daar wist Peter Wright wist ze alle twee te winnen. De eerste keer in de finale tegen Justin Pipe. Ja, Pipe lange tijd niet gezien. Wel wat beter. Heb Euro Tour goed gespeeld dit jaar. En nu is hij ook weer terug in de Player Championship, weer een finaletje. Ja, voor wat ik heb begrepen, heeft dat hij zijn stijl wat even aangepast. Hij is heel veel gaan trainen met iets nieuw materiaal en worp. Dus ja, als dat op een gegeven moment werkt, je voelt dat iets werkt, dan ga je er uren in steken. En nu betaalt het zich uit, dus dat is goed voor hem. Dat is heel goed. Jij kwam in dat weekend weer tot halve finale. Dan zie ik jou toch weer mopperen in die halve finale. Wat je de hele dag loopt, het op zich wel redelijk. Het is, het is natuurlijk momenten, want het is natuurlijk niet de hele dag hetzelfde niveau. Wat maakt het dat jij steeds in die halve finale een bepaalde druk begint te voelen? Of iets begint te voelen dat het ineens niet loopt? Nou, toevallig was het die dag waar hadden ze nieuwe borden bij op alle banen. En toen moest ik in één keer op een hard bord waar ik zelf wel erg van baalde. En toen dacht ik ook wel, oké, niet te hard gaan willen gooien. Ze blijven toch wel zitten, weet je wel, dat idee. Maar ook in een halve finale heb je gewoon druk en spanning. En dan ga je toch wat meer forceren. En
ik was dus voor mijn gevoel te veel aan het forceren dan aan het darten. Ja, dat maakt het eigenlijk dat het gewoon een belabberde wedstrijd werd. Ja, je ziet jou een beetje klagen op slot, een beetje van waarom valt het niet? En... Nou ja, tuurlijk, want daarvoor gooide ik gewoon prima wedstrijden. Ook op verschillende soorten borden, maar daar lukte dat ene moment wel. Ik dacht, oké, je staat nu op een ander bord, maar probeer het gewoon relaxed te houden in je arm en dat liep wel. En nu werkte dat dus niet, dus dat, meer, daar was ik wel teleurgesteld over, maar over het algemeen was het gewoon weer een prima dag. Gaan we ook in jouw hoofd spelen mentaal? Gewoon, oké, we zijn nu in de halve finale. Oh, nee, helemaal niet. Nee, daar ben je helemaal niet mee bezig. Nee, helemaal niet, want een halve finale is gewoon goed en er komt gewoon een keer vanzelf dat ik wel goed genoeg gooi in de halve finale om de finale te bereiken. Voor mij is het heel simpel. Op het moment dat je in de halve finale staat, sta je in de halve finale. Gooi je goed, ga je door. Gooi je niet goed, ga je eraf. En of het nou de eerste ronde is of daar, dat maakt niet uit. Nee, wijze woorden. Dan is het even een goed weekend voor Christian Kis, die eigenlijk een beetje staat te spelen om zijn toolkaart te behouden. Wat vind jij van die jongens die daar echt mee bezig zijn? Dus dan heb ik het over een Dirk van Duivenbode, Benito van de Pasta op het randje. Kijk, als die wel die Eurotour goed staat, goed speelt, dan kan hij in één keer wel een hele grote stap maken. Maar een Kis en een Van Duivenbode, ja, ze horen eigenlijk qua niveau op sommige momenten echt thuis binnen de PDC. Ja. Maar het is gewoon zeker waar, van Dirk van Duivenbode is het niet altijd constant. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat hij veel beter kan. Moet ook. Alleen, mentaal valt er nog wel heel veel te halen bij hem. Maar als hij op een gegeven moment zijn kopje goed heeft zitten, ja, dan kan hij zulke goede hoge wedstrijden gooien, constant ook. Ja, dan is hij gewoon heel moeilijk bij te houden. Alleen... Op een of andere manier voelt het wel soms dat hij zichzelf soms tegenhoudt. Ja, want het is apart. Soms heeft een qualifier gegooid dit jaar. Dat is niet afgelopen weekend, maar het weekend of de Eurotour ervoor waar hij zich heeft voor geplaatst. Daar hoort hij voor, in mijn weten, 3 keer rond de 100 gemiddeld en een paar keer boven. Hij heeft op de UK Open een paar jaar terug echt goede wedstrijden laten zien. Ja, ik denk dat dat echt het niveau is van die jongen. En ja, ik denk dat hij zichzelf echt tekort doet. Ja, nou, dat is ook wat ik zeg. Soms heb ik het gevoel dat hij zichzelf tegenhoudt. Alleen... Ja, darten is dus niet alleen maar rechtdoor gooien en wat kunnen en een beetje talent. Nee, alles moet kloppen. Hè? Dus ook je mentaal fitheid, gewoon de trainingsuren erin, het juiste materiaal. En alles moet gewoon kloppen. En als er een paar dingen niet in balans zijn, ja, dan kan je nog zo goed zijn. Maar dan werkt het dus niet. Hij staat als het goed is momenteel nog boven jou, niet of aan de pas. Wisselt veel met pijlen. Zien hem nou weer met zijn oude pijlen spelen. Heeft een heel wisselend effect. De ene keer, nou, wat jij al zegt, jullie spelen natuurlijk op wisselende borden. De ene keer vallen ze er wel uit en de andere keer staat hij echt subliem te spelen. Echt, we hebben het over 110 gemiddeld, dat zit echt natuurlijk in die jongen. Ja, wat vind jij er nou van dat zo'n jongen echt zo diep benadeeld wordt, eigenlijk door deze kwestie? Door de kwestie van materiaal bedoel je? Ja, nou, materiaal / borden. Ja, nou, maar goed, dat is ook een beetje zijn speelstijl. Kijk, hij had er ook last van toen hij goed was. Dus ik kan er weinig van zeggen. Het enige wat ik weet nu is dat hij de laatste weken... wel weer sterk aan het dart is. Vanuit daar moet hij gewoon verder. Het heeft geen zin om terug te kijken. Zijn prestaties vooral waren gewoon super goed. Mentale gesteldheid was volgens mij ook erg goed. En dat is hij eigenlijk allemaal kwijtgeraakt naar mijn idee. En nu weer langzaam aan het oppakken. Dus ja, dat zijn dingen waar elke darter wel mee te maken heeft. Alleen bij die ene die zakt wat dieper weg als een ander. Uiteindelijk zijn ze zelf verantwoordelijk dat ze weer terug moeten komen. Nou, dan gaan we naar afgelopen weekend. Zijn ook 2 player championships gespeeld. Hou jij 1 keer de kwartfinale en je mist die dag. En na mis jij 9 darter, 1 pijltje, dubbel 12, net niet. Ja, alweer. Ja, ik heb er al een aantal gemist. Maar goed, elke keer als je er 1 mist, kom je dichterbij dan 1 keer wel raakt. Dus nou goed, misschien het weekend aankomende weekend bij de PDC weer. Misschien is hij dan wel raakt, je weet het niet. Nou, we hopen het in ieder geval voor je natuurlijk. Je haalt die dag vooral een kwartfinale, maar in die wedstrijd had je bijna 9 darter gegooid. Laat je in mijn ogen de touwtjes wat vieren, je begint te lachen met Ryan Harrington, als je tegenstander op dat moment. Soms sta je op dubbel 10, dan gooi je tegen de ijzer, dat is ook een beetje pech. Dan begin je te lachen, verlies je een beetje je concentratie en eigenlijk vanaf dat moment pakt Harrington de hele wedstrijd over. Want je staat echt... Ja, dat klopt ook. Ik denk dat... Dat er eigenlijk vanaf de leg dat ik begin te missen op mijn dubbels. En dat was elke keer tik, tik. En ik zit te kijken, nou weer niet erin, weer niet erin. Ja, op een gegeven moment moest ik daar gewoon zo hard om lachen. Van ja, kijk, er zijn een paar plekjes waar je hem niet wil hebben. En ik gooi 1 pijl en pof, precies waar je hem niet wil. Ja, op een gegeven moment werd ik een beetje moedeloos van. En uiteindelijk zie je dus wat er gebeurt. Hij ziet het ook. En hij gooit wel die hoge finishes uit, een 126 en een 120. Noem maar op, ja, dan voel je al gewoon van vandaag wordt het hem niet. Terwijl ik voelde dat ik wel veel beter was. Maar ja, uiteindelijk maak je het gewoon niet af en dan verdient hij gewoon de wedstrijd.
Het was de Play Championship 22 werd gewonnen door Brandon Dolan. Met 8-5 van Jermaine Wattimena. Wattimena had een heel goed weekend. Dolan was erg emotioneel onder zijn overwinning. Na lange tijd heeft hij eindelijk weer een titel te pakken. Denk je nu echt dat Dolan weer echt terugkomt? Of was dit net eigenlijk een beetje als met Lewis, dus een keer een uitschietertje? Nou ja, je weet niet. Ik weet niet wat met zo'n jongen doet. Ik bedoel, Dolan heeft een periode gehad van jaren dat hij echt heel erg gewoon in de top meedraaide. Heel erg goed speelde, constant ook. Hele goede finishes en voor mij heeft hij een keer met materiaal gewisseld en toen is het een hele tijd niks geworden. Maar misschien is dit juist net die boost die hij nodig heeft. En kijk, je wint hem niet uit het niks, dus hij zal waarschijnlijk al een tijdje lekker staan gooien. En dat wordt nu uitbetaald, dus alleen maar goed voor hem. En ga nu kijken van joh, wat heeft deze overwinning gebracht? Heb je zoveel zelfvertrouwen dat je weer in die top mee gaat draaien? Of blijf je gewoon constant goed presteren? Of was het een one-time thing en dat hij gewoon weer tweede ronde voeren wordt? Ja, dat moet blijken. Dan Ian White, die had een halve finale en kwartfinale. Nou heb ik zelf de wedstrijd in de halve finale of in de tweede dag gezien. De eerste dag, dat durf ik even niet te zeggen. Maar toen zag ik eigenlijk dat de spanning ineens ook toesloeg bij Ian White op de vloer. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gezien. Maar hij stond twee keer echt goed voor, zeker tegen Dimitri van den Berg stond hij goed voor. Ja, hij mist matchdarts en hij begint eigenlijk hetzelfde gedrag te vertonen als wat hij op tv doet. Ineens staat er spanning toe. Ja, het zat niet over dat dat nu ook op de vloer gaat gebeuren. Nee, ja, goed. Dat is alweer een kenmerk van Ian White. Toevallig was ik in het hotel toen hij verloor en even later kwam hij in het hotel ook aan. Toen zei hij, ja, weggegeven, weer eigen schuld. Nou, ja. Maar goed, hij zei het alsof hij het wel weer gewend was, zeg maar. Dus ja, dat zijn gewoon dingen waar hij mee te maken heeft. En daar kan je niks tegen doen. Sommige mensen die komen bijvoorbeeld op een 5-5 gewoon scoringspower tekort, dat ze er nooit aankomen of wat dan ook, of missen altijd dubbels. Ja, en hij is zo iemand die er gewoon niet kan afmaken. Nou ja, Jermaine Wattimena had natuurlijk een goed weekend met de finale. En de dag ervoor hadden die de laatste 16. Zelf had jij een kwartfinale en helaas een eerste ronde eruit. Noppert haalde halve finale tijdens Player Championship 21. We hadden ook een paar debutanten, nou een hoop eigenlijk. Arjen Konterman, Danny van Trij, Patrick van der Bogaard en Wessel Nijman maakten een debuut op de PDC Pro Tour. Barry van Peer en Jerry Hendricks waren al lange tijd weer terug met hun rentree. En zeker van Peer en Nijman, die hebben zich echt wel weer laten zien. Zeker Nijman, jong talent. Die kon de tweede dag tot de laatste 32. Slaat een grote naam in de eerste ronde. Ja, nee, dat is netjes. Ik bedoel, die jongens kunnen even aan ruiken hoe het eraan toe gaat. En als je daar goed op inspeelt, of je reageert er goed op, dan kan dat gewoon. Dus die jongens hebben het niveau. Alleen om er te komen is, dat is al aardig lastig, hè? Q-school en noem maar op. En daar straks om het te blijven, ja, dat wordt een hele uitdaging voor de jongens. Maar goed, met inzet kom je heel ver, dus ik ben benieuwd naar de ontwikkeling. Afgelopen weekend zijn er ook weer qualifiers gespeeld voor de Eurotour. Bij de UK qualifier is eigenlijk het eerste wat opvalt is dat Steve Beaton zich dit keer niet geplaatst heeft voor beide Eurotours. Helaas na een hele mooie run dit jaar. Michael Smith en Simon Whitlock, die alle twee uit de top 16 zijn gevallen van de seeding voor de Eurotour, die hebben zich wel geplaatst. Dan bij de Europese qualifiers plaatst Dirk van Duivenbode zich. Die heeft weer een goede dag en terecht. Die plaatst zich op zijn eigen niveau. Jeffrey de Zwaan plaatst zich. En voor mij toch wel een beetje een verrassing is dat Mike Kouwenhoven zich plaatst. Ja, nou die jongen kan hartstikke goed darten. Dus daar moeten we zeker niet verbaasd van opkijken, vind ik. Hele toffe peer. Leuk dat het uiteindelijk een keer uitkomt. Want soms dan heb ik het gevoel dat hij beter kan dan wat hij laat zien. Maar ook voor hem is het een eerste jaar. En uit eigen ervaring weet ik dat als je tussen het grote geweld komt, dat dat best een jaar of twee, drie mag duren voordat je eindelijk, zonder spanning, dat je echt goed gewend bent van wat je aan het doen bent. Dus die jongen krijgt gewoon nog lekker tijd en het is alleen maar goed dat hij zich een keer er doorheen worstelt. Ja, over nieuwkomers gesproken, we hebben dit jaar een hoop Nederlandse nieuwkomers. Je ziet toch dat het een beetje tweede ronde voer wordt, of eerste ronde voer, helaas. En ja, ze hebben zich alle twee volgens mij al wel geplaatst voor een Eurotour dit keer. Nou, Mike van Kouwenhoven sowieso, volgens mij Mike van Duivenbode ook al een keer dit jaar. Ja, je ziet toch, dat lukt dan wel een keer, maar is dat puur geluk met loting? Of? Nee, je moet echt wel kunnen darten, wil je daar een keer plaatsen. Maar wat wel zo is, is dat je kan niet meer van geluk spreken of je kan niet meer spreken van eerste ronde voor tweede. Het zijn allemaal finales die je daar speelt. En die jongens die krijgen de ervaring nu om te kijken van goh, weet je, hoe zit het nou zo'n best of 11? En ik weet nog dat Mike van Duivenbode de eerste paar rondes elke keer eerste ronde ging zitten. Vervolgens komt hij weer eerste ronde, werd het 5-5. Tegenstander zet hem weg en dan gooit hij wel een 157 uit.
Ja, en dat is dan die ervaringen die je dus meepakt. En dan kan je zo weer het tweede jaar in met alle ervaringen op zak. En dan moet je zorgen dat het tweede jaar beter wordt. Ja, zeker. Die jongens hebben echt wel ervaring. Anders kom je natuurlijk Q-School niet door. Je zag zelf van Glenn Durant hoeveel moeite die ermee had. Dus Q-School is echt niet voor minderheden. Er komen echt wel goede jongens de PDC in. Andere verrassing die zich plaatst voor de tweede keer dit jaar is Kim Huybrechts. Toch aan het afzakken. Ook op de vloer niet echt goed. Was een paar maanden, eigenlijk al het hele jaar al niet lekker. Die is wel echt ver afgezakt de laatste tijd. Ja, Kim die is gewoon weer vooral met zichzelf bezig. Ik denk gewoon even weer zo'n dippie. Ik denk dat er dan weer andere jongens opstaan, waardoor hij dan weer wat minder in de spotlight zit. Maar dat zie ik ook nog wel goed komen. Hij is goed genoeg om zich daarvan te herpakken. En ik denk dat we die snel wel weer zien. Vooral zeker op het WK en straks Play Championship Finals. Daar moet hij gewoon weer stappen maken. Zodat hij er straks weer gewoon bij zit. Nou, we weten natuurlijk dat hij het kan op grote toernooien. Dus ik denk dat niet het probleem moet worden. Ik denk dat een van die twee toernooien zeker wel mee gaat zitten. Nou, dan hebben we de qualifiers voor de International Darts Open. Daar plaatst zowel Michael Smith als Simon Whittlock zich niet. Die worden verslagen. Whittlock wordt sowieso verslagen door Robinson. Voor de rest niet heel veel verrassingen. Nederlanders die heen gaan zijn Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert, Benito van der Pas en Jelle Klaassen. En voor de Belg is dat Dimitri van den Berg die zich plaatst. Jeffrey de Zwaan slaat een dubbelslag. Die gaat dus naar twee Eurotour events. Ah, ik vind toch dat hij zich in zeker begin van dit jaar echt wel tekort heeft gedaan op die qualifiers. Hij loopt voor maar twee keer tegen Gabi Rodriguez op. En die verliest hij alle twee net aan. Alle twee tik boven 110 gemiddeld. Nou, hoe kan het zijn? Hij heeft zoveel talent. We zien CLV op TV er echt uitkomen. Hij trekt hij toch twee keer niet naar zich toe. Terwijl hij zo goed staat te spelen. Ja, maar goed, die anderen zijn ook heel goed, weet je. Dat is een beetje het verhaal. Kijk, zo'n Robbie John, ja, die zie je bijna niet, weet je wel. Komt niet echt in de uitslagen voor. Maar 1-1 is het altijd lastig. Ja. En als je dan, of hij... Aan de kip boven zijn niveau of je laat een keer wat liggen. Ja, dat zijn tegenwoordig de kleine kansjes waardoor een hele wedstrijd kan omdraaien. Dus ja, het is heel makkelijk om te zeggen van ja, Jeffrey is goed, dus hij moet er altijd zijn. Maar zo werkt het niet. Nee, nou, de andere vraag. Wat vind jij over de Eurotour qualifiers? Want zowel jij als, ik mag wel zeggen, je maakt je Raymond van Barneveld zien vaak met je met hem trainen. Halen het alle twee niet, terwijl jullie eigenlijk qua niveau wel echt thuis horen op die Eurotour. Ja, maar ik vind eigenlijk dat wij dus, wij zijn met een mannetje of 39 tourkaarthouders, spelen wij de qualifier. En er zijn maar 6 plekken. Dus ja, dat betekent dat er gewoon 33 zich niet plaatsen. Ja? En natuurlijk zijn er wat eerstejaars en wat mindere. Nou, dan hou je er nog 10 over die zich net zo makkelijk kunnen plaatsen als die andere 6. Dus ja, ze zijn bezig met de kwalificatiecriteria te vernieuwen. En ik hoop dat dat ook doorgaat, want zo is het gewoon te weinig voor de Europeanen om te spelen. Hey, jullie als Europeanen worden natuurlijk erg benadeeld. Er komen er nog home nation qualifiers en een qualifier voor mensen die challenge tour spelen. Wat vind je daar nou van? Kijk, die jongens hebben natuurlijk geen tourkaart, maar die mogen op die manier wel meedoen aan de Eurotour. En ik vind dat eigenlijk dat jullie daardoor benadeeld worden. Ja, dat worden we ook, want vroeger hadden we nog 8 plekken. En nu hebben we er 6, dus we worden al benadeeld. Maar goed, dat zeg ik ook. Ik vind het geen goede wijze, dus ik hoop dat het verandert. Maar goed, dat is mijn mening. Ik hoop dat de verandering wel doorpakt. Nou, dan gaan we over naar de Challenge Tour. Daar pakt Barry van Peer, die jongen die darteritis had op de Grand Slam of Darts een paar jaar terug. Die pakt weer een titel tegen Cameron Menzies. En ook een oude bekende Andy Jenkins, die wint met 5-4 van Boris Koltsov. Ja, je ziet toch een hoop oude namen op de Challenge Tour. Ook John Part, die niet heel goed. Wat vind jij eigenlijk van zo'n Challenge Tour, dat er is? Ja, super. Dat is gewoon echt gewoon een beetje de Jupiler League, de eerste divisie van het darten. En dat is gewoon geweldig. Daar kunnen ze gewoon spelen, ervaring op doen en kijken of ze het ook echt willen. Of ze het ook echt aankunnen. En dan op Q-School proberen een tourkaart te winnen. Of als je daar wint of tweede wordt of zo, dan krijg je ook al een Q-School ticket. Oftewel een pro-tourkaart. Dus dat is gewoon alleen maar goed. Dat je gewoon kan promoveren via die weg. En dan heb je weer een mooi jaar of 2 jaar ervaring. En dat vind ik echt hartstikke goed. Nou, jij speelt competitie hier natuurlijk. Ik heb een steegje. Ja. Dat gooi je met Coastal Bay. Die zien wij terug op de Challenge Tour. Nog niet heel goed dit jaar. Ik vind dat hij zichzelf erg tekort doet. En zeker in bepaalde wedstrijden. Heel veel darts op dubbel misscoren. Het is echt wel in orde bij Co. Wat vind jij daarvan dat hij steeds net niet ver genoeg komt? Want we weten dat hij het kan. Hij ja, ik vind het, ja, dat vind ik wel jammer. Tuurlijk, weet je. Co die gaat er lekker mee met zijn zoon. En kan natuurlijk een goede pijl gooien. Is natuurlijk altijd nog strijdlustig. Hij wil altijd winnen. En persoonlijk vind ik het dan wel jammer dat het dan... net niet lukt, ook al laat hij dus wel zien van hey, het zit er nog in. En dat is ook zijn beweegreden geweest om hier competitie te gaan gooien. Want het wordt zijn eerste jaar hier met ons.
om te zeggen van, ah, het zit er nog in, ik heb die drive nog en ik wil wel beter worden. Maar ja, dan moet je dus ook meer gaan spelen. Dus vandaar dat hij de competitie komt gooien. En ik hoop dat hij vindt wat hij zoekt en dat hij uiteindelijk bij de grotere toernooien of hier met de competitie prijs kan pakken. Het zal natuurlijk leuk zijn als we Koos nog een keer op een Eurotour weer zien. Dat zal natuurlijk heel goed voor hem doen. En zeker voor zijn zoon. Die kan echt wel een aardig praatje gooien, maar die doet zich helemaal tekort in de Challenge Tours. Nou, dan gaan we even kort naar de buitenlandse Tour. Nou, er is er eentje gespeeld, dat is de Azië Tour. Ja, good old Paul Lim. Winnen, halve finale, zeker van het WK. Hoop je nou dat je ook een keer tegen hem mag gooien? Of vind je het leuk dat zo'n jongen, zo'n man, dat steeds meedoet? Of heb je zoiets van, nou, dat heb Paul Lim nu wel gezien? Nee, die mag van mij totdat hij niet meer kan lopen, bij wijze van mag hij meedoen voor mij. Want het is gewoon een fantastisch event om te zien. Die Asian Tour, dat is sinds een paar jaar gewoon door de PDC opgezet. Ik denk dat het een super groot succes is. Die gasten staan daar echt super goed te gooien. En ja, dat is alleen maar goed dat daar weer nieuwe mensen uitkomen. Alleen ja, het nadeel is, als ze hun echte beroep ervan willen maken en echt met de PDC mee willen doen, ja, dan zouden ze toch moeten verhuizen en alles op moeten geven. Ja, en dat is dus nog wel een dingetje, denk ik, als ik daar vandaan zou komen. Goed, ja, zeker. Softip is daar natuurlijk heel groot. Daar kunnen ze, zover ik weet, wel hun geld aan mee verdienen. Ja. Nou, de vriend van Vincent van der Voort, die is weer terug op het WK. Laurens Ilegan, onze druktemaker, gaat zeker weer naar het WK toe. Net als good old Paul Lim. Die zijn zeker voor de plaats van het WK dit jaar. De overige twee plaatsen zijn nog niet zeker. Er worden nog twee Azië-tours gespeeld. Momenteel staan Nurmagomedov en Saigal Asada virtueel op een WK-plek. Royden Lam staat nog 400 pond achter een WK-plek. Je hebt eigenlijk dus een beetje 5-6 namen die echt daar voor een WK-plek strijden. En de rest die doet eigenlijk mee. Nou, in die Yuki Yamada wel een toernooi. Maar daar heb ik eigenlijk zelf niet heel veel van gehoord. Eigenlijk die vijf namen die ik net opnoem, dat zijn wel echt de mannen uit die landen die het echt moeten doen. Ja, die namen die hebben zich ook al bewezen op een UK Open of op een WK. Natuurlijk voor landenteams, de World Cup. Dus die namen zijn inmiddels wel bekend bij ons. Dus ook geen verrassingen meer straks. Stel dat iemand tegen zijn moed uit Azië. Vroeger dacht je, oh, Azië, weet je wel, makkelijk. Maar dat is gewoon niet meer. Sterker nog, die gasten die gooien gewoon mee om de prijzen, zeker als ze rond die 100 gemiddeld staan te gooien. Ja, je zag het natuurlijk vorig jaar, die Laurens Ilegan, daar had Vincent echt wel moeite mee. Dan had hij denk ik ook niet, nou kon hij hem verder ook niet, dus had hij de drukte op het podium ook waarschijnlijk niet helemaal verwacht. Maar ja, die gooit dit jaar wel een 9-darter, die wint en toernooi. Ja, en gewoon met overmacht, gewoon gemiddeld die jullie ook op de Player Championships gooien. Ja, hoop je dan eigenlijk die mannen, die vijf die ik net opnoem, dat die dan eigenlijk naar Europa toe komen om die Tour te gaan gooien? Want we hebben het Whitlock zien doen, Campy is terug, Carl Anderson doet het. Nou, voor mij mogen ze lekker thuis blijven. Nee, maar goed, kijk, als ze hun beslissen om het te doen, dan moeten ze het vooral doen. Ik bedoel, ik denk dat ze er goed genoeg voor zijn. Maar ja, of ze die overstap maken, dat is volledig aan hun. Ja, dan hebben we de PDC even gehad. Dan gaan we even kort naar de PDO toe. Dan ga ik even alleen de hoogtepunten van de Nederlanders opnoemen. Martijn Kleermaker en Eileen de Graaf, die winnen de Luxemburg Open. Richard Veenstra en Eileen de Graaf winnen de Luxemburg Masters. Dan zijn ze ook naar Australië afgezakt. Daar wint Damon Hetta met 10-9 van Scott Mitchell. En die Damon Hetta die gaan wij ook terugzien op de World Series in Australië en Nieuw-Zeeland. Wat opviel was dat Lisa Ester Miro Suzuki verslaat met 8-6. Ja, wil ik het toch even over hebben. Het rommelt binnen de BDO. Jij hebt daar zelf ook gespeeld, zelfs toernooien gewonnen. Wat vind je daarvan dat het zo rommelt? Want ze hebben zelf voor gekozen om een contract met Eurosport te tekenen. Dus daar zitten ze sowieso nog 3 jaar aan vast. En ze hebben nog bepaalde contracten getekend. Ja, het lijkt eigenlijk een beetje dood te bloeden op deze manier. Ja, ik hoor het in de media. Ik volg het niet echt. Maar ik hoor een aantal dingen natuurlijk dat het niet zo goed gaat. Nou, dus dat betreur ik wel een beetje. Ik bedoel, daar ben ik toch ooit begonnen. En altijd een goede sfeer. Altijd mooie toernooien gespeeld daar. Dus ja, dat doet me wel wat als je dan hoort dat het zo slecht en rommelig is. Ja, zeker. Ja, want als we nou even naar jouw PDO-toernooi gaan kijken, dan heb je de Roemeens Open gewonnen, het Fins Open, het Belgium Open en de Iceman of Man Open. En dat zijn natuurlijk niet slechte toernooien, want dat zijn echt, je moet het een beetje voor je zien als de Dutch Open, toch? Nou ja, Dutch Open is het allergrootste toernooi wat er is. Mijn BDO-tijden, nou, het lijstje klopte niet helemaal, maar ik heb een aantal toernooien gewonnen voor de ranking natuurlijk ook. En natuurlijk, zo'n prijs is natuurlijk hartstikke mooi. Dus nee, zeker super veel ervaring opgedaan om uiteindelijk de overstap te kunnen maken. Dus ja, dat zou ik wel altijd koesteren, ja, zeker. Mijn excuses was inderdaad runner op in de toernooien, dat is mijn fout. Je hebt bij de WDF een keer de Frankrijk Open gewonnen. Ja, dat zeker. Toen was ik nog jeugdspeler, dus dat heeft wel een extra mooie herinnering voor mij.
17 was, won ik dus de Open Frankrijk bij de heren. En natuurlijk de jeugd wil darts trophy, dat heeft ook een beetje een BDO tintje, die heb ik ook gewonnen. En dat, die twee toernooien, die, ja, dat heeft me wel heel veel goeds gedaan, ja, zeker. En jij was jong, zeg je, dat je die speelde. Nu zien we ook Leighton Bennett, die Martijn Kleemaker versloeg hem dan in de Luxemburg Open. Dat is een beetje hetzelfde idee als wat jij nu schetst van, nou zeg ik, nou, Leighton Bennett heeft natuurlijk ook bijna veel te heel verslagen in de touw en heel veel media-aandacht daaromheen. Maar die jongens die doen ook meteen mee bij de heren of bij de BDO. Ja, dat vind ik alleen maar goed. Ik denk niet dat je mensen moet laten stoppen in hun groei. Maar goed, kijk, zo'n telen verslaan in zo'n demo-toernooitje zegt natuurlijk helemaal niks. En zo'n jongen moet gewoon een goede mentaliteit en een goede begeleiding hebben, want zo heb ik er meer af zien dwalen. En nou goed, we zien wel hoe dat verder uitpakt, zeg maar. Maar goed, dat het een hele goede opstap is voor het amateurdarts, waardoor je uiteindelijk bijvoorbeeld een challenge tour kan gaan spelen en uiteindelijk groot geld kan gaan verdienen, wat toch denk ik het doel is van iedere darter. Dat is denk ik alleen maar goed. Ja, zeker. Ja, maar van het afdwalen, ja, bijvoorbeeld een Justin van der Gouw, heel groot talent, heel groot gemaakt in Nederland. Iedereen had het erover, Jacques Nieuwland heb ik een keer gehad in RTL Darts Bullseye. Ja, nu horen we er eigenlijk niet zo heel veel meer van. Hij heeft wel de Eurotour Qualifier voor Zwolle gespeeld, zijn met de Home Nation Qualifier. Dat is eigenlijk het enige wat ik een beetje van hem weet wat hij dit jaar heeft gedaan. Ik heb hem op de Dutch Open wel gezien, maar... Ja, maar voor mij hoort hij nu ook tegenwoordig gewoon bij de heren, is het geen jeugdspeler meer. Dus dat is weer een bepaalde drempel, weer een fase waar je in gaat. Nou, dan moet je weer doorontwikkelen. En ja, ik denk dat hij daar nu wel mee bezig is. Dus voor de rest weet ik het dan ook niet. Maar ja, waarschijnlijk als hij gewoon doorgaat met wat hij was. Het kan niet in één keer weg zijn, dus dat zal vast wel terugkomen. Het talent gaat natuurlijk nooit weg. Verder over de BDO zijn de mastercallers en de callers en de schrijvers opgestapt. Heel frappant dat dat ineens gebeurd is, kwam ook uit het niets naar voren. Little Richard die kwam er als eerste mee en eigenlijk volgde toen de rest van het team. Wat vind jij? Ja, dat is toch wel schrikbarend dat dat in één keer allemaal weg is. Nou ja, zeker. Ik bedoel, ik las het ook en ik dacht van nou oké, er zal er vast wel wat aan de hand zijn. Niet, dat weten wij dan verder niet, maar goed, ze zullen vast een goede reden hebben ervoor. En, maar goed, ik wens ze met alle succes met wat ze nou in de toekomst gaan doen. Lakeside zal niet meer in Family Green zijn. Waar jij hem wel twee keer hebt gespeeld. Maar dat gaat naar de O2 Arena, waar we ook de finale van de Premier League hebben bijvoorbeeld. Ja, wat vind jij van die ontwikkeling? Is toch een beetje geschiedenis wat weggaat? Nou ja, zeker inderdaad. Dat is zonde, denk ik. Elke nieuwe speler die nu het BDO-WK gaat gooien, die zal nooit ervaren wat wij allemaal hebben ervaren, waar het allemaal begonnen is. Maar goed, ontwikkelingen zijn er om nieuwe dingen te laten zien. En misschien is het voor de BDO alleen maar goed, maar dat is afwachten. Nou, dan hebben we de BDO gehad, dan gaan we naar het amateurniveau. Nou ja, amateurniveau, daar zit hier een tourkaarthouder tegenover me, die heeft ook aan dat toernooi meegedaan. De Premacy, helaas werd hij verslagen door Dennis Oldekalter. Ja, ik denk dat je jezelf daar toch tekort doet, want je bent natuurlijk daar wel tourkaarthouder. Ik dacht dat jij samen met Kist en Kamphuis toch wel een van de grote favorieten was voor dat toernooi. Dan moeten we natuurlijk Dennis Oldekalter ook niet onderschatten, die jongen kan echt wel darten. Maar wat is jouw gevoel daarbij bij dat toernooi? Ik heb dat toernooi gespeeld omdat de organisatie, Dinant Kist, aan mij benaderd van goh, kom eens een keer meedoen. Dat is leuk, een mooie ervaring en ik zou het echt top vinden als je komt. Nou ja, ik vind Dinant een van de betere organisaties in Nederland. Waardoor ik dacht van nou goed, gaan we gewoon een keer doen. Maar voor mij is het gewoon pure goede training. En dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Dat buiten het PVC circuit, dat je er genoeg tijd en energie in stopt. Ja, en als je dan een keer wat verder weg moet gaan rijden of je moet er wat meer energie in steken, dat vind ik niet erg. En voor mij is het gewoon alleen maar goede training. Dus ook die wedstrijd die ik verloor was een goede training en de wedstrijd die ik won ook. Dus ik heb me prima vermaakt. Nou, Dennis Oldekalter wint dat toernooi. Die heeft de vierde editie van de Premacy gewonnen. Hij versloeg ook Christian Kist nog en in de finale versloeg hij Alexander Pas met 7-4. Nou, wil ik eigenlijk even terugkomen over jou, over je topmentaliteit. Je bent natuurlijk enorm afgevallen, dat is echt een super goede ontwikkeling. Je test heel veel materiaal. Test van alles. Doe je dat nu nog steeds? Of heb je nu echt wel gezegd van dit is nu mijn setje? Nou, materiaal test ik niet meer, want ik zit bij 180. Dus dan gooi ik nu al na het WK ben ik meteen, maar toen lag het al klaar, heb ik meteen spullen van 180 gepakt, heb ik daarmee gaan darten. Voor de rest ben ik gewoon lekker bezig eigenlijk. Ja, ik vind eigenlijk dat dit echt topsport is, zeker hoe jij het benadert. Als ik alles heb gehoord van Niels de Ruiter bijvoorbeeld, wat hij allemaal heeft verteld, heb ik jou over RTL 7. En je bent er wel echt serieus mee bezig en dit is echt je werk. Ja, nou ja, zo zie ik het ook. Ik bedoel,
Ik heb een gezin thuis dat ik moet onderhouden. En als je dan denkt dat het maar een spelletje is en het komt allemaal aan bij, ja, dan werkt het niet. En dan denk ik ook niet dat het thuis al zo gewaardeerd wordt. Dus ik moet het gewoon zakelijk zien en professioneel. En ik denk dat ik dat wel doe. Je traint veel met Raymond van Barneveld, zien we vaak. Je zal ook wel ongetwijfeld andere jongens spelen. Maar die heeft ook een beetje die ingesteldheid. Is dat een beetje de reden waarom je het ook bent zo gaan benaderen? Dat Raymond heeft gezegd van, hey Ron, het is geen spelletje. Nou, er zijn een aantal mensen waardoor ik wel zo ben gaan kijken. En daar is Raymond er één van, daar is Code één van. Die jongens, Niels de Ruiter, daar ging ik vroeger heel veel mee om. Toen we allebei de BDO-circuit afliepen. Daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Ja. En, dan filter je gewoon de goede dingen en de minder belangrijke dingen, dat filter je en daar ga je mee aan de slag. Dus zodoende heb ik mijn eigen ding gecreëerd, zeg maar. Nou, gaan we het echt over jou hebben. Je hebt je toerkaart sinds 2016, ben je die toch één keer verloren of niet? Heb je jezelf altijd gehandhaafd op de ranking? Ja, volgens mij... Nee, het is zo dat... De eerste keer dat ik Q-School gooide, toen eindigde ik op reserveplek. Toen heb ik eigenlijk alles kunnen gooien. Maar ik had hem dus niet. En toen heb ik daarna wel gehaald. Dus eigenlijk heb ik 3 jaar gespeeld. Maar 1 keer het hele jaar gespeeld zonder toerkaart. Nou, je hebt het WK gehad in 2015, dus zonder toerkaart. Dat is best knap als je dat zonder toerkaart kan. Helaas verlies je dan wel met 3-1 van Mark Webster. Was dat echt de eerste keer ervaring opdoen? Je hebt dit jaar bijvoorbeeld gezien bij een Geert Neentjes. Dat klopt. Wat ik me kan herinneren van die wedstrijd is dat ik met 40 graden koorts op bed lag. En echt 3 uurtjes van tevoren douchen en die kant op en het liefst zo snel mogelijk weer naar de hotelkamer. Dus dat was niet zo heel erg ideaal. En de tweede keer was tegen mensen schoeienfiets. Het was dan een stuk beter. Toen had ik wel... net van stijl veranderd en ik was dan een beetje in het voortraject met wat heb ik dus allemaal nodig om beter te worden, dus toen was ik er nog niet helemaal uit. En de laatste keer dan afgelopen WK, toen was ik nog wel in het proces van oké, nu heb ik dingen gedaan waardoor ik denk dat ik beter ga worden en hoe ga ik dat nu verder ontwikkelen. Dus het was nog wel een soort van ontwikkelingsfase, maar neem niet weg dat ik gewoon zeker de laatste WK me echt wel goed voelde. Ja, want het laatste WK, slaan we tot 2017, ja, helaas verloren van Manchester Schoenwies. Maar dan kom je in 2019, dan moet je meteen tegen Diego Portela. Dat is denk ik een van de slechtste die je kan treffen maar in de eerste ronde. Want die is echt wel goed bezig, zeker op de Challenge Tour zien we hem vaak. Zien we hem ook wel eens op de Eurotour, dat doet hij zichzelf erg tekort vaak in de eerste ronde. Komt toch 2-0 achter. Is dat dan toch de spanning van Ellie Belly? Of? Nou, ik denk dat ik er niet helemaal lekker in kwam. En ik denk dat Diogo echt super goed begon. Waardoor ik echt zoiets had van, hey, dat had ik echt niet verwacht. En misschien, het was zeker geen onderschatting, maar echt zo van, deze dreunen die gaan erg hard. En op een gegeven moment ging ik eigenlijk een beetje relaxen toen ik tegen mezelf zei van, weet je, ga maar gewoon darten, want die jongen doet het echt niet slecht. En op het moment dat jij je verliest, dat kan ook gewoon gebeuren omdat hij goed gooit. En toen relaxte ik wat en toen ging het eigenlijk alleen maar beter. En toen begon ik te vechten en erin te geloven en toen ging het super hard. Ja, want je komt daarna, je staat hem op al lekker natuurlijk tegen Portela, maar je komt echt uit die pauze, tweede pauze kom je terug. Ja, dan zien we eigenlijk in mijn ogen echt de ware Ron Meulenkamp, de vechter, je komt goed terug. Je geeft hem eigenlijk bijna geen kansen meer en je maakt het heel netjes af. Dus je had echt die mentale knop, je zet een mentale knop om en dan zien we pas jouw ware Ron Meulenkamp. Ja, zeker. Op een gegeven moment kreeg ik het gevoel van, nu heb ik hem, nu kan ik hem pijn doen, nu kan ik mijn slag slaan. Ja, en dat probeerde ik alles aan te doen. En ik denk dat ik super laatste stuk van de wedstrijd heb gespeeld. Ja, zeker. Ik ben door naar de ronde 2. Daar kom je tegen finalist Michael Smith. Ja, ik vind toch dat jij in die wedstrijd echt tekort doet. Jij had hem ook echt uit kunnen knikken. Je had kansen genoeg. Ja, nou, wat ik me nog kan herinneren van die wedstrijd is dat Michael Smith gewoon erg goed een paar vieze kansen pakte, zeg maar. Zo noem ik dat dan altijd. Net even wat mij dan... had ik net even niet nodig. Weet je, zo'n eerste lek wil je graag op het bord zetten. Mis ik 127 op dubbel 8. En hij gaat op 112, gooit die triple 20, dubbel 12, dubbel 14. Weet je, dat zijn dingen dat ik denk van, ja, gooit hij die nou net niet? Weet je, dan sta je meteen op het bord en dan kan je door. En ik miste geloof ik nog een 116 finish, geloof ik, op dubbel 18 ergens om 2-0 voor te komen, om uiteindelijk die set ook en dan 2-2 te maken. Dus er waren kansjes, maar uiteindelijk was hij gewoon beter. En ik verluisterde al stiekem tegen iemand van, nou, die winnaar tussen Michael Smith en ik, die kan nog wel eens heel ver gaan komen in dit toernooi. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Ja, achteraf bleek dat zeker zo te zijn. Goede voorspellende weergave.
beetje jammer dat jij dat er niet bent geworden. Ja, ja, ja. Goed, je hebt zeker meer majors gespeeld. Je hebt al 3 keer op de UK Open gestaan. Waar je eigenlijk je eerste 2 jaar het verste kon. Eerste jaar tegen Raymond van Barneveld, je voorbeeld. Denk ik toch wel, dat heb ik je ergens horen zeggen. Nou ja, natuurlijk. Ik denk wel voor velen, dus dat maakt ook niet uit. Nee, daar kom jij. In het begin speel je echt goed. Toen was je nog flink zwaarder. Je speelt niet slecht in die wedstrijd, maar Raymond begint wel heel erg goed hoor. Nou, ik kan me niet heel veel meer van die wedstrijd. Maar Raymond begon inderdaad supersterk en ik vond mezelf die wedstrijd helemaal niet goed. Dus daar kan ik zo kort over zijn. Daarvoor speelde ik wel lekker, maar tegen hem gaf ik gewoon niet thuis. Nou ja, dat kan. Was dat ook je eerste podiumervaring op de UK Open? Heb je daarvoor allemaal op de borden gespeeld? Dat is het enige wat ik terugkom. Ja, dat klopt. Ja. Dat was, van dat jaar was dat de eerste podiumwedstrijd. Ja, helaas verlies je dan voor Raymond van Barneveld, maar die stond wel echt zeker in het begin enorm goed te gooien. Daarna miste hij echt een hoop kansen. Zonder dat je daar dan niet van kan profiteren. Maar ja, je kijkt natuurlijk ook misschien wel een beetje tegenop. En hij merkte op een gegeven moment ook, dit is binnen en of ik nou mis of niet, ik krijg gewoon geen tegenstand. Tenminste, dat voelde ik gewoon. Alles wat ik deed was gewoon niet goed genoeg. En niet alleen ten doel van hem, zeker wel in het eerste deel van de wedstrijd, maar daarna was ik gewoon zelf die niet... maar goed, dan praat je over 2016 of zo, denk ik. Dus dan... kan gebeuren. Ja, later kom je terug, dan verlies je nip van John Bart. En als je ziet wat John Bart daarna komt, ook tegen de tegenstanders die speel. Ja. Mocht je die wel hebben gewonnen, dan had het toch misschien... Ja, ik kan me herinneren dat daar de dingen het niet deden, de verwarming en zo. We stonden daar met -1 te gooien. En die partij geef ik gewoon volledig weg. Ik mis wel wat wedstrijdpijlen en dat was helemaal niet nodig. Maar goed, zo'n wedstrijd moet je dan net even doorkomen en die geef ik gewoon totaal weg, waardoor John Part doorging. Dus die was echt niet nodig, maar het gaat zoals het gaat. Afgelopen jaar stroom je in, laatste 96, verlies je helaas van Hunt. Ja, ik weet, ik kom heel snel achter, 5-0 of zo. En op een gegeven moment kom ik weer terug naar 5-5, 5-4, ik weet niet. En op het laatste mis ik dan toch nog. Maar ook die wedstrijd was ik niet heel erg goed. Het duurde allemaal lang, weet ik. En hij was gewoon uiteindelijk de winnaar. Nou, prima, dat kan. Wat vind je van het format van de UK Open sinds dit jaar veranderd? Wat vind je daarvan? Nou ja, ik vind de UK Open sowieso altijd wel een speciaal toernooi. Ik vind het ook wel leuk dat de PDC allemaal verschillende soorten toernooien heeft. Hè? Dus matchplay, MLX, WK, sets, Grand Prix, dubbel in, dubbel uit. En ook zo'n UK Open is gewoon anders met podiumbanen achter de schermen en hoofdpodia. Dat vind ik wel wat hebben. Ja, afgelopen jaar helaas je slechtste resultaat op de UK Open. Nou, dan gaan we naar de Player Championship Finals. Dan ben je 1 keer bij de laatste 16 gekomen tegen Peter Ryan, dat was in 2016. Dat is eigenlijk ook meteen je beste resultaat. Dat is eigenlijk het toernooi waar je sinds dat je eigenlijk beter bent gaan spelen, niet echt verder bent gekomen. En ik denk dat toch, zeker voor jongens die we niet heel veel op de tv zien, dat toch wel het toernooi is waar je het moet doen. Daar ben ik het zeker niet mee eens. Omdat het feit is, de Play Championship Finals wordt iedereen geseed. Dus op het moment je moet bij de top 64 komen. Dus daar kom je dan. Maar goed, dan ben je in dat geval in 2017 mee gemiddelde spelers. Dan zit je ergens op plek 40. Dat betekent dat jij al een top 20 speler krijgt rond de 24e plek. En die heeft dus een supergoed seizoen gedaan. Die speelt altijd tegen iemand die beter als je is. En daarna wordt het alleen maar zwaarder. Dus ik kan me herinneren dat ik daar bijvoorbeeld in 2017 de eerste ronde Steven Bunting kreeg. Toen Gary Anderson en toen Peter Wright. Dus ja, dat zijn lotingen waar niet zomaar iedereen doorheen fietst. Dus het is een heel zwaar toernooi. Alleen op het moment dat je dus een heel goed seizoen hebt gedraaid op de Play Championship. Ja, dan ga je het dus andersom krijgen. Dan ben je een goed geziede speler. En dan krijg je dus spelers die in eerste instantie... En net hebben gehaald en vervolgens krijg je dus wel de middenmoot en de top. Dus dan is het meer zeg maar gestaagd als dat je meteen die toppers krijgt. Ja, maar je slaat wel op het moment Gary Anderson. Dat is absoluut geen slechte speler. Nee, maar dat kwam dus ook omdat dat had er denk ik ook mee te maken dat Anderson niet alle vloertoernooien speelde. Waardoor hij zelf dus ook niet een hele, hele hoge ranking had. Want hij moest, stel dat hij had gewonnen, had hij meteen tegen Peter Wright gemoeten die wel in de top 4 stond, geloof ik. Maar goed, ja, nee, ik won van Anders. Ik speelde een hartstikke goede wedstrijd, goede finishes op de juiste momenten. En ik kan me goed herinneren dat ik daarna moest ik 's avonds weer tegen Peter Wright bij de laatste 16. Dus op dezelfde dag had ik ze. En dan ben ik daarna even wat gaan eten en dat is niet goed gevallen. Dan ben ik heel erg misselijk geworden. En tegen Peter Wright was ik blij dat ik weer heel snel van het podium af kon zijn. Het was wel erg zonde, want ik voelde me erg lekker tot aan toen. En ik had zeker mezelf
Het vertrouwen was er zeker dat ik kon gaan winnen, totdat ik op een gegeven moment net voor de wedstrijd nog overgeven en zo. Dat was echt was heel erg zonde, maar het was een super mooi weekend. Je wint van Bunting en je wint van Anderson. Dus nou, mag zeker niet klagen dan. Hey, natuurlijk, daar heb je echt een goed weekend gegooid en er zit echt wel een gestaafde lijn in. Hey, je hebt afgelopen jaar heb je op de World Grand Prix gestaan. Dan ben je na een zeer mooie wedstrijd tegen Joe Cullen. Zeker de laatste set, die was echt, daar zagen we dus echt de goede Ron Meulenkamp zagen we daarin. Ronde daarna, dan komen we eigenlijk weer een beetje terug, wat ik op de WK ook al zei. Je doet jezelf echt tekort in die wedstrijd. Je komt 2-0 achter, je maakt 2-2. Je ziet echt, het geloof is er. En dan verlies je hem helaas toch. Ja, ik kan me nog goed herinneren dat er een momentje was dat Gurney zich helemaal bij de pakken neer voelde in ieder geval. Ik bedoel, het stond gewoon 2-2 in sets. Ik was teruggekomen en het momentum lag echt bij mij. En op een gegeven moment had hij zoiets van, ja, weet je, ik moet iets doen om terug te komen in de wedstrijd. Want die Meulenkamp gaat wel heel hard. Ja, toen kreeg ik in één keer een brul in mijn gezicht. Direct naar mij toe. En daar kon ik gewoon op dat moment even niet mee omgaan. En pak die 3 legs op rij. Dus, maar dat is wel weer een super mooi leermoment. Als die jongens uit de top 10 zeg maar, dat al nodig hebben om een Nederlandertje van plek 40 of 50 of wat dan ook te moeten verslaan. Ja, dan ziet de toekomst er goed uit, denk ik. Ja, zeker. Maar ja, je ziet ook bij Gary Price. Die doet dat ook veel. Dan 9 van de 10 keer niet recht in het gezicht. Dat moeten we meer naar Wade en Gurney toe rekenen. Ja, hoe moet je daar dan mee omgaan? Want bijvoorbeeld Danny Noppen, die heeft er heel moeilijk mee gehad vorig jaar. Ja, nou kijk, zo'n Gurney Price, daar kan je het van verwachten, daar weet je het van. Van Gurney niet echt, denk ik. Maar zo'n Price, ja, daar kan je op voorbereiden. Je ziet gewoon wat zijn spel is. Hij doet jou verder niks, dus je moet gewoon netjes afwachten tot hij terug is achter de hockey en dan is het jouw beurt. Als je dat kan beheersen, ja, dan ben je gewoon een hele grote. Nou, het is niet even makkelijk hoor, het is echt heel moeilijk. En ik kan me best voorstellen dat er heel veel mensen aan onderuit gaan. Nou, zelfs doe jij het ook een beetje, zeker op het WK zie je echt die emotie. Ja, ik vind dat op het moment dat dat bij jou loskomt, dan komt ook echt het goede spel naar boven. Heb je dat echt nodig om echt het beste in jezelf naar boven te krijgen? Kijk, zo'n prijs heb je natuurlijk echt nodig. Ja, nee, niet echt. Alleen op het moment dat ik dus voel van, hey, ik doe hier iets goed, of ik ben hier blij mee, of je pakt een set, of je pakt iets belangrijks, ja, dan mag het geshowd worden. En voor de rest moet je gewoon rustig blijven, dat je niet te veel adrenaline hebt, waardoor je hand-oogcoördinatie niet meer correct is. Maar nou ja, als je een keer wat goed doet, mag je dat zeker laten zien op tv. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dan hebben we al je meters behandeld. Dan gaan we naar de Eurotour, en dan valt me toch weer op, 2007 haal je een halve finale daar. En daarna haal je eigenlijk geen halve finale meer, terwijl je dat... Ja, meestal is je komt natuurlijk al, jij 9 van de 10 keer kom je op de finale dag als jij een Eurotour haalt. Of bijna altijd. Ja, een paar keer. Ik bedoel, de Eurotour, ik voel me daar goed. Alleen ik kwalificeer me gewoon te weinig naar mijn idee. Maar de Eurotour voel ik me prettig bij. Ik vind het een mooie ervaring. De ene wedstrijd is niet de andere. Het voelt elke keer weer anders. Maar dat is juist een supermooie ervaring die ik gewoon wil hebben. In wat voor soort sfeer of wat voor soort gevoel ik dan ook heb. Dat ik daar altijd uit de voeten kan en een mooie wedstrijd neer kan zetten. Dus ik, voor de toekomst hoop ik gewoon dat ik me daar zoveel mogelijk voor ga plaatsen. Zeker, ik vind ook dat je daar thuis hoort, maar ik vind ook de kwalificatieregels vind ik eigenlijk niet goed genoeg. Want je hebt altijd heel vaak dezelfde spelers. Ik denk dat dat niet de juiste manier is. En zeker niet dat er zoveel Engelsen met Australiërs er heen mogen. En dan de Europeanen worden zo benadeeld. Terwijl eigenlijk een hele hoop Engelsen die zijn niet veel beter, of eigenlijk niet eens beter dan bijvoorbeeld jou en dan Jeffrey de Zwaan of zo. Ja. Dus die worden daar echt flink en benadeeld. Nou, ik denk dat je het gewoon zo moet omschrijven dat we gewoon gescheiden worden. En dat hoeft niet, want we zijn gewoon allemaal toolkaarthouders. En de een die verdient net zoveel recht als een ander. En ik hoop dat ze dat ook dit jaar er doorheen gaan knallen. Ja, ik hoop het ook zeker, want het is een stuk eerlijker. Nou, dan gaan we vervolgen met de huidige. We gaan vooruitblikken op de komende maanden. De komende maand hebben we de Masters, dus de World Series toernooien. Dan gaan we Raymond van Barneveld weer zien. Bezig aan zijn laatste jaar. Pieken en dalen. Enorme dalen, kleine pieken. Zwolle, ja, hij doet zichzelf een paar keer tekort. Zeker nu Zwolle tegen Michael van Gerwen. Een keer ervoor ook al tegen Michael van Gerwen. Mist 2 keer dubbel 12 in die wedstrijd ervoor. In Zwolle komt hij 5-4 voor. En wordt het 5-5. Wordt hij 180 en daarna is het niks meer. Dat is eigenlijk een beetje wat we ook op de vloer terug zien komen. Hij komt terug, maar hij maakt het net niet af. Hij maakt het afgelopen weekend heel toevallig wel een keer af tegen King. Ronde daarna gaat hij eigenlijk weer vrij kansen onderuit. En hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je echt een leidersweg of zie je ook lichtpuntjes? Nou, ik zie wel een leidersweg. Ja, ik denk dat hij niet meer dezelfde motivatie heeft als bijvoorbeeld ik. Ja, bedoel, ik zie het gewoon als een seizoen. Alles geven, alles voor doen. En dat heeft hij gewoon niet. En hij is natuurlijk met andere dingen bezig. Hè. Zijn afscheid en zijn laatste jaar. En
Nou goed, dat is gewoon een hele andere benadering als iemand die er middenin zit. Dus ja, hij doet het op zijn eigen manier en ik hoop dat hij nog een paar keer schittert. Maar dat is volledig aan hem. Ja, kijk, in Zwolle zie je zeker die tweede dag moeten tegen Michael Smith. Daarna had ik echt het idee van, hey, hier is de oude Remy van Barneveld weer. Het boxje bij de Wolkorn, de focus. Hij stapt het podium af, komt iemand achter, meteen weer die focus omzetten. Je ziet daar echt die focus in de dag en ook tegen Michael. En dan heb je wel eens op de Player Championship heb je dat niet. Nou weten we ook dat hij dat niet het allerleukste vindt wat er is, kan ik best begrijpen. Maar daar moet het wel voor hem gaan gebeuren. Zeker omdat hij, het ziet er ook uit dat hij de Grand Slam qualifying moet gaan gooien om op die manier daarheen te gaan. Ja. Maar ja, die is dan weer de dag naar de World Series Finals. Dus dan moet hij weer reizen, kan hij niet heel goed tegen. Dus het is ook niet allemaal in zijn voordeel. Nou ja, ik denk dat hij daar zo ook over denkt en dat is alleen jammer. Ik bedoel, als ik ergens 10.000 op kan halen, ga ik niet zeggen van, nou ja, dat reizen dat vind ik niks. Nee, gewoon dealen. Maar ja, dat ben ik, weet je. En dat zijn misschien mensen die nog 20 jaar mogen. En hij is met zijn laatste jaar bezig. Dus hij al met de instelling gaf van, ik heb het allemaal al gezien en ik vind het allemaal niet zo prettig. Ja, dan wordt het al lastig natuurlijk. Maar je ziet toch op het punt dat hij vertrouwen haalt. Of echt denkt van, oké, nu ben ik er weer. Dan speelt hij ook goed. Zeker dat hij die halve finale tegen Lewis haalde op de vloer. Legbacher die verprust gewoon, die had hem gewoon moeten winnen. Ja, natuurlijk. Maar het heeft dus ook puur met instelling te maken. Echt niet met talent, want dat heeft hij meer als wie dan ook. Dus het is gewoon pure instelling. Als hij zegt van mijn instelling is nu 20%, nou, dan ga je dus ook zulke gekke dingen krijgen, onnodige dingen. Wat we sinds vorig jaar ook zien bij Van Barneveld, is dat op de niet gerankte toernooien speelt hij ineens heel goed. En dan moet er voor de ranking gespeeld worden. Nou, achteraf blijkt natuurlijk bescheiding ook effect te hebben, wil ik het verder niet te veel over hebben, maar weten van andere sporters dat het ook echt wel invloed heeft op je mentale gesteldheid. Ja. Maar het lijkt nu allemaal weer wel terug op de rit te zijn, heel ontspannen. Maar verwacht je nu ook dat hij in Australië, Nieuw-Zeeland, dat we ineens weer wat goeds van hem gaan zien? Ja, tuurlijk, want dat kan hij ook gewoon. Alleen kijk, als je weer ranking en niet-ranking toernooien gaat scheiden, is dat weer negatief. Want dan zegt hij van ja, die ranking toernooi doe ik het niet en hier wel. Ja, maar waarom zou je dat dan negatief benaderen, weet je? Dus het is maar net hoe je het benadert. Maar ik denk dat hij er gewoon kan opladen voor zo'n één wedstrijd per dag en helemaal voorbereiden. Dat kan hij gewoon. En het zou me niks verbazen als hij gewoon een keer een goed resultaat haalt. Nee, we hopen natuurlijk het beste en het zal natuurlijk prachtig zijn als hij een mooi afscheid krijgt. Verder wordt er bij de dus bij de PDC hebben we dus drie World Series toernooien. We hebben bijna elke keer drie verschillende mensen die uit Oceanië mee mogen doen. Eigenlijk de bekendste namen die eigenlijk elke keer wel terugkomen, dat zijn Kyle Anderson, Corey Campy en Damon Hetta. De rest wisselt wat af. Nou, de namen van de PDC, dat is natuurlijk de top 4, nee, niet meer de top 4 van de wereld. Toen de tijd dat de sheets gemaakt werden, was dat de top 4 van de wereld. Momenteel is Michael Smith daarin komen te staan. Michael van Gerwen zien we, Rob Cross, Gary Anderson, Daryl Gurney, Peter Wright, James Wade, Simon Whitlock en natuurlijk Remo van Barneveld. Ja, ik denk zeker die eerste rondes. Kijk, we hebben waarschijnlijk 6 wedstrijden die heel leuk zijn in de eerste ronde, misschien 4. Maar je hebt toch de kans dat je Kyle Anderson of Corey Campy treft in de eerste ronde. Ja, ik denk dat je daar niet echt op zit te wachten, ook al is het een demo toernooi. Nee, zeker. Ik bedoel, je wil daar gewoon presteren op het moment dat jij daarheen vliegt. Zoveel uur, dan wil je echt wel winnen. Dan kom je daar met een missie, denk ik. Ja, nee, tuurlijk. Loting zegt wel wat, niet alles. Ik bedoel, je moet het zelf doen. Dus ik ben erg benieuwd. Ik kijk wel naar uit. Ja, nou, wij kijken er natuurlijk ook naar uit. Bij de BDO worden er ook nog wat toernooien gespeeld. 2 in België. De Antwerp Open, de Belgium Open. De Swiss Open wordt gespeeld. De French Open en de French Classic. Waar jij nog eens een keer runner-up bent geweest. En de Scottish Classic. We gaan nog even kijken naar de World Grand Prix Race. Zeker met degene die voor mij zit, Rob Meulenkamp. Ja, jij staat op plek 25. Je staat 8000 pond achter. Is het echt een doel voor jou nog om dit te halen? Nee. Dat heb ik al. Het is natuurlijk niet onmogelijk. Maar kijk, er zijn nog 4 rankingtoernooien en 3 Eurotour-toernooien voor die ranking. Nou, alle 3 de Eurotour heb ik me niet voor geplaatst. Dus en aangezien je daar het meeste geld kan verdienen, of het snelste zeg maar, is dat wel een dompertje. Aan de andere kant, ja goed, kijk, als jij ook je halve finale haalt, zoals de laatste tijd, een keer een kwartfinale en je schiet een keer uit als je wint, ja kijk, dan pak je genoeg geld om uiteindelijk erbij te zijn. Maar je moet wel realistisch blijven dat het natuurlijk niet altijd mee kan zitten. Maar ik ga wel mijn stinkende best doen om in ieder geval mijn huidduur te verkopen. En er hoeft maar iemand zeg maar af te zwakken of mij een kans te geven en die zou ik zeker pakken. Nou, er zijn 5 Nederlanders momenteel die geplaatst zijn.
Maar daar staat Vincent van der Voort staat al op de wipwap. Die staat 16e. Er zijn een hoop jongens overheen. Helaas heeft hij zich ook maar gepast voor een 1-Eurotour evenement. Dus het zal lastig worden voor Vincent om dat te behouden. Nou, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena en Michael van Gerben lijken zeker. In mijn ogen is Danny Noppert ook zeker. Maar dat hangt af van de prestaties die hij eventueel nog gaat brengen. Hij gaat sowieso nog naar een Eurotour toe. Dat valt mee. Opvallend is dat Dimitri van den Berg er ook in staat na zijn halve finale plek van afgelopen weekend. Voor Remo van Barneveld is het bijna Mission Impossible, maar ja, Barney zal Barney niet zijn als het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. Nou, dan gaan we nog heel kort verder met Bron. Afsluiten. Er komen nog twee qualifiers aan voor twee majors. World Series Finals. Eigen land. Is dat echt een doel voor jou? Dat je zegt, ook al is het geen ranking, is het ook een mooie bonus podium ervaring. Ga je echt daar naar die qualifier toe met het idee van, oké, nu gaan we echt, dit is een beetje een mini-doel voor mij dit jaar. Nou ja, zeker. Ik bedoel, daar heb ik het ook met mensen over. Joh. Wat is je doel nog? Of wat kijk je, waar kijk je naar uit? Nou, als ik dan even meeneem dat de Play Championship Finals en het WK zo goed als zeker zijn. En dan is dat zeker in Amsterdam. Straks is echt wel een droom voor mij om daar te spelen. Of het een ranking is of niet, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt natuurlijk niet uit. Het zou mooi wezen als de qualifiers eigenlijk allemaal Nederlanders zijn. Zeker een Jeffrey de Zwaan, Ron Meulenkamp. Dat zal echt wel publiekstrekkers ook, denk ik. Zeker omdat jullie iets bekender zijn. De rest van het jaar, ja, we zien jou eigenlijk alleen op de vloer en weer op de Player Championship Finals, WK. Ja, nou ja, zeker. Dus en misschien hoop nog een Grand Slam qualifier er tussendoor mee te pakken. Maar goed, dat is maar afwachten. Gewoon doorgaan en we zien wel. Nou, dan ronden wij af. We willen Ron heel erg bedanken voor deze podcast en de tijd die hij voor ons beschikbaar heeft. Graag gedaan. Wij zijn, volgende week zijn we terug. Dan met Geert Neentjes. Die gaat vooruitblikken op zijn darts najaar. En tot dan.